Wij volgen 6 artiesten een jaar lang in hun poging de top te bereiken. En we gaan door. Ik geloof in mij. Een jaar later. Wij verwachten dat wij dit jaar nog meer optredens hebben natuurlijk als vorig jaar. Een droom zou toch wel kunnen zijn dat je nog één keer weer die knaller maakt, die ene hit waarvan je zegt van yes, dit zijn Mulder en Mulder. Het duo Willem en Wesley Mulder waren vorig jaar hard op zoek naar die ene knaller. Zijn jullie broers? Dan denk ik, heb ik zo'n oude hasses of zie je daar zo goed uit? De Mulders kregen het druk. Niet alleen met optredens, maar Wesley met zijn paarden en Willem met zijn zingende schoonzoon. Terwijl ze lachen en elke man ontwijkt, ben ik degene waar ze steeds verliefd naar kijkt. Klein stukje. Oei, zal Mulder en Mulder nog wel uit vader en zoon bestaan? Ik geloof in mij haakt weer aan. We zijn een jaar verder. Zal ik even de accordeon pakken? Ja, is goed, super. Ja? Doen we even. Uit de goede oude tijd, hè? Ja. Willem, kijk eens alsjeblieft koffie. Ja, ik ben even nu... Even aan het werk met Danny, Danny Heren. Nou, Danny zingt ook. En voor Danny maak ik de liedjes en produceer ik de liedjes. Dus Wesley is er even niet bij. Wesley is even met de paarden bezig nog. Okay. Die komt straks. Ga nu even om de toon vooral. Ik denk dat we in G doen. Zullen we een keer proberen? Als ik naar je kijk, weet ik zeker, krijg geen spijt. Ik wil jou, ik wil jou, ik wil jou. Jij bent de allermooiste. Wacht even. Dan gaan we één keer krabbelen. We gaan één keer krabbelen. Hè? Dat... We zijn vanaf 2009 elkaar tegengekomen. Goh, van, kunnen we niet wat dingetjes voor elkaar gaan betekenen? Of in ieder geval Willem wat meer voor mij als ik voor Willem, maar goed. Dus en zodoende zijn wij eigenlijk... met elkaar de samenwerking aangaan. Ja, goed. Dat kwam van het een, kwam er ook nog een andere. Ja. Wat dan? Ik heb sinds... even kijken of ik het goed zeg. December ben ik inmiddels... Hij moet erover nadenken. Vanaf december de 4 jaar samen met de dochter van Willem, Melanie. De knapste van het hele gezin, ja. Moet ik zeggen. Hij lijkt op de moeder, hoor. Zijn het je helder blauwe ogen die lach op je mond? In mijn buik van de piemels wist niet eens dat dit bestond. Ja, bestond. Wist niet dat dit bestond. Ja. Nou goed, ik vertel ook altijd vol trots wat hij altijd gedaan heeft. Ja. Mensen kijken er altijd een beetje tegenop, maar het is voor mij, een beetje gewoon geworden. Nou. Je laat je nooit meer gaan. Oh, oh. Zullen we zo gaan doen? Ja, zo doen we het. Okay. Super. Het grootste deel van de fans is wel... vrouwelijk, ja. En dat is ook leuk. Ik moet zeggen... By the way, bij mij ook al. Doel van het jaar is eind van het jaar mijn eigen gewoon op de kaart zetten. Echt de landelijke doorbraak, dat iedereen weet wie René Leblanc is. Dat was René Leblanc vorig jaar. Aan zijn praatjes ligt het niet. Dat werd al meteen duidelijk. Heb je dat of niet? Nou, dan zijn wij klaar. René werd jarenlang als de lookalike van Engelbert Humperdinck gezien. Maar hij schudde dat imago trots van hem af. Dat is inderdaad een knal. Je springt er wel uit, inderdaad. Ja, ik sta nu weer in de rits. Hitgevoelig René Leblanc. Maar één interview zorgt nog niet voor landelijke bekendheid. En dat terwijl hij zo zijn best doet. Ja, ja, ze heet die Jacqueline. Kun je die handen zien, hè? Ze was heel mooi, het was een blondine. Je doet je best om mooie clips te maken. Je bent veel op televisie. Dus waar blijft het succes? Waar blijft het nou, ja?
We gaan verder. René Leblanc, de zanger. 1 jaar later. Hey Marcel. Ik heb vorig jaar geen platen uitgebracht. Ik ben nog steeds op hetzelfde level. Ik heb vorig jaar de optredens een klein beetje gehalveerd. Omdat ik veel aanvraag had liggen om te schrijven. Oh nee, dat is wel een mooi ding. Dit is geen investering in de zangcarrière. Precies niet. Dit is puur een investering gewoon in het producerschap, zeg ik dan. Een artiest die bij jou komt voor een liedje, die kijkt toch daadwerkelijk van wat staat er aan apparatuur vaak, weet je wel. Ziet het er allemaal betrouwbaar uit, is het mooi. En dit is gewoon weer een prachtstuk voor in de studio te plaatsen. Kent u ook alle nummers van René? Nee, hij kent ook niet alle nummers van mij. Wel je telefoonnummer. Ja. Ja, ik heb ook eens gedacht van, goh joh, je bent 45 nou, misschien wordt het tijd om toch eens wat afstand doen van de bühne, om je meer op de achtergrond bezig te houden. Maar het is nu een beetje dubbelop, dus veel achter de mengtafel en toch regelmatig op de bühne. Maar goed, daardoor leer je wel weer nieuwe mensen kennen. En er komen gewoon heel veel aanvragen binnen voor het schrijven van liedjes. Leuk man. Adviseer ik? Om het te kopen. Ja. Een deal. Dankjewel. Top. Ja, stressmomentje. Maar dat komt wel goed. Hey Andy, Rutger. Hey, ik heb even een vraagje aan jou. Die man van die band, die het geluid meeneemt, die heeft alle spullen bij zich. Alleen die kan niet zeg maar de hele dag de artiesten schuiven. Oh. Is dat goed? Is geregeld hoor, Henny, hoor. Ja. Er komt iemand het geluid doen hier de hele dag. Ja, het is heel spannend. We gaan een groot benefietconcert geven voor Stichting Dreams for You. Waar ik, mag ik wel zeggen, trotse ambassadeur van ben. Maar het is wel voor het goede doel, hè? Zou je het anders rondkrijgen? Nee, dat denk ik niet. Je bent afhankelijk van de kaartverkoop, dus ja, je maakt een bepaalde kosten. Ja, en die kosten moet je wel zien terug te verdienen. Zo simpel is dat. Dus het is de hele middag wel even stressen van, hoe gaan we het redden, gaan we het niet redden? Maar dat komt allemaal wel goed. Hoor. Hallo. Heb je er zin in? Jij meer dan ik. Nee hoor, ik heb er wel zin in. Alleen ik ben wel zenuwachtig van, oh, komt het nou allemaal goed? We gaan knallen. We gaan knallen, zeker. Dat meen je niet, hè? Ze had Marlies ook een bericht gestuurd. René Leblanc. René Leblanc, die belt denk ik af. Vorige keer viel die ook af, ja. Balen ze stekker. Echt. Vind je het gek dat je een maagsfeer krijgt als je een concert geeft? De meeste vallen af, maar ik kom er van aan. Dat is het ergste. Hè? Ik word live begeleid. Het is heel anders dan dat we normaal met een bandje en een geluidsman gaan optreden. En nu is het echt met een grote band. Ja, dan gaat er echt wel een droom in vervulling. Ja, nee, goed. Ja, wij zijn uitgenodigd door Hardy. Is er van, je moet een keer meegaan, want het is zo leuk en zo goed. Dan moet je echt een keer mee naartoe gaan. Rutger heeft bij ons opgetreden in het verzorgingstehuis, Lingewaarde. Ik was een lange fan van Rutger, hoor. Maar het was heel bijzonder om in het verzorgingstehuis te hebben. Ja, ik vind hem goed zingen. Ja, maar het is echt een feestje van. Hij kan wel gek zijn. Heel gek, heel fijn. Volgende. Hallo. We verwachten 150, maar het, zoals het er nu naar uitziet, komen er iets meer. Dus dat zou alleen maar hartstikke goed zijn. We gaan echt genieten. Dat is wat we moeten doen. Ik had ook een presentator. En een week voordat het evenement begint, heeft hij een slijmbeursontsteking in de knie. En ja, een nieuwe presentator krijg je ook niet zo heel snel gevonden. Het moet natuurlijk ook allemaal low budget vanwege dat het voor het goede doel is.
Ja, en bijna niemand doet dat. Maar ja, ik dacht, waarom een presentator in huur als ik het zelf ook kan? Dus nou moet ik zelf wel wat meer doen, maar dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, dat vind ik ook leuk. Misschien moet er nog wel komen. Ik denk wel. We hebben last van een evenement in een eindje verderop. En er is een braderie. Ja, en het is mooi weer. En dan gaan de mensen toch eerst naar de braderie en dan komen ze pas hierheen, denk ik. Van plezier en vrolijk. Ook al blijft het zo, we maken toch wel een feestje ervan. Daar is meneer Andy Smulders. Ze laten mij in één keer zitten hier. Nou Ed, ik ben er helemaal klaar voor. Dus onder de sterren. Ja, dat is mooi. Komt-ie. Wat je nu hoort is eigenlijk een kale demo. Wij hebben voor Henk Stelt uit Utrecht een nieuw liedje gemaakt. Een beetje koor erbij. Een mooi liedje. Een hoop mensen weten niet dat ik inderdaad ook liedjeschrijver ben. Maar zo is het eigenlijk wel allemaal begonnen. Thuis op een keyboardje voor 25 jaar geleden. Ik ga jou toevertrouwen. Onder de sterren wil ik zeggen. Dat ik zoveel van je hou. Ik vind het gewoon heel leuk om Nederlands te schrijven. Maar ik vind het leuk om Engels te zingen. We willen terug naar de roots Engelbert Humperdinck, waar het ooit mee begon is mij in 1987. Natuurlijk daarna 8 jaar in Duitsland gezeten. En ja, het bloed kruipt een klein beetje waar het niet gaan kan. En ik wil heel graag weer terug naar Engelbert Humperdinck. Dus please release me, a man without love. Kennen jullie nog? Wil ik je handen zien? Het is niet misschien het jaar geworden wat ik had verwacht anders zo, maar ik zeg, het hoppelt gewoon door. Alleen had ik misschien gedacht van ja, nou, het is natuurlijk leuk om eens keer in die hele grote top door te dringen, in die grote kern, zeg maar dan. En dat is net niet gelukt, zeg maar dan. Nou, lekker nummer. Goed, hè? Ja, ik vind het goed. Nou, leuk toch zo? Als daar die jongens met die gypsy-gitaren erbij gaan komen, dan krijg je nog een beetje die andere swing, zeg maar, eraan of zo. Maar ik vind het een goed liedje. Het gaat zo beginnen. Nog één artiest hierna en dan is het mijn beurt. Ik ben nou best wel gespannen eigenlijk. Hoe gaat het tot nu toe? Tot nu toe? Echt beter. Ja? Niet zoals gepland. En dan zeggen mensen, ja, we zijn fan van jou. We komen vanuit Enschede, we komen vanuit Zwolle. Maar als het op aankomt, dan is er niemand. En dat is het verrotten van dit wereldje. Dan moeten ze niet zeggen tegen mij, Rutger, we komen. Ja, ik heb ook onkosten gemaakt. Ik zeg eerlijk, ik moet ook uit eigen zak zelf gaan betalen. Maakt niet uit, doe het met liefde en plezier. He? Omdat het voor het goede doel is. Dames en heren, zijn we er klaar voor? Oh, wat heerlijk. Ik sta op van de zenuwen, maar als ik één liedje heb gezongen, dan is het weg. Zo, dames en heren, mijn laatste liedje van vandaag. Ik draag hem op aan mijn grote liefde, dames en heren. Allee. Dames en heren, speciaal voor haar. Ik heb haar op dit nummer ontmoet, dus het is heel speciaal. Linda, speciaal voor jou. Ik hou van jou, lieve schat. Linda, kom eens.
Jongen, jongen, dat was toch moeilijker als gedacht, hè? We gaan morgen kort. Wat een gestres. Dat in één keer artiesten allemaal eerder willen, want ze moeten dadelijk weg. Terwijl dat niet de bedoeling was. Dus ja, we moeten even switchen. Dus ik hoop dat ze allemaal meewerken, want anders hebben we een probleem. Ik schuif jou ertussen. Komt goed, ja? Dames en heren, ik weet niet wie de volgende is, want ik ben het schema eigenlijk een beetje kwijt. Volgens mij... Ik hoef niet te zingen hoor, maakt mij niet uit. Ja, maar ik zit hier vanaf half vier te wachten. Een aantal leuke collega's, niet dus. Die hadden een hele grote mond en proberen het allemaal goed te regelen. En dan krijg je alles even op je dak. Dus, ik heb met hun tijden afgesproken en ze gaan zelf lopen switchen en lopen draaien. En ik sluit dan af. Heb ik er ook geen zicht meer op wie dat dan moet en wie dat dan moet. Ik ben de hele kluts kwijt. Ik heb de kop bij, man. Ze laten mij in één keer zitten hier. Dan gaat hij lekker naar huis. Ze kan er niet meer mee zitten, jongens. Echt, ik weet het ook niet meer. Het komt allemaal op mij neer nu. Ja. Terwijl ik het niet alleen georganiseerd heb. Ik denk, fuck off. Ja. Kom op. Dus mensen weten hoe lang je bezig bent om dit evenement op poten te zetten. Wat gewoon niet meevalt. Ja. Ik ben mijn stem ook kwijt. Gewoon puur omdat de stress me tot hier zit. Dus ik weet het ook niet meer. Want ik zie niemand meer. Ik zie... Ik heb al een geluidsman die om 3:30 zei, we gaan lekker naar huis. Rut! Dus, het is allemaal heel normaal. Moet ik ze even halen? Wat hè? Moet ik ze even halen? Ja, ik weet niet of ze klaar zijn, dus... Daar komen ze. Helemaal goed. Dames en heren, we gaan een beetje afgespieren. Ja, natuurlijk gaan we. Lieve mensen, die willen van de handen in de lucht. We gaan beginnen deze... Ik leef hier ontzettend naartoe. Bijna 1,5 jaar lang. En dit doet wel zeer, ja. Maar we kunnen het niet veranderen. Ding dong. Oh. Nou, we komen hier vaker, dat is wel. Dat mag wel duidelijk zijn. Goedemiddag. Kom binnen. Ja, hoi. Hallo. Hallo. Kom binnen. Nou, hier wordt de zoveelste flop van Mulder en Mulder opgenomen. En we gaan vandaag bezig met een nieuw liedje. Sowieso voor op het album. Misschien als single. Die gaan we vandaag inzingen. Ja, er zijn niet veel artiesten meer die een album uitbrengen, CQ uit kunnen brengen. Het kost natuurlijk best wel veel geld. Maar gelukkig hebben wij een platenmaatschappij gevonden die het allemaal zag zitten. Als ik naar je kijk, weet ik gelijk. Ik heb mijn bestemming bereikt. Mulder en Mulder. Vorig jaar waren we bezig met drummen en daar hebben we In de Hemel is Geen Bier. En daar hebben we de Carnavalsknijder 2013 mee gewonnen bij Radio NL. Radio NL is denk ik Nederlands nummer 1, een van de grootste zenders Nederlandstalig. Met Mulder en Mulder was dat eigenlijk wel de eerste keer dat we echt een prijs waarvan je zegt van nou, daar kun je mee verder. Ja. Want in de hemel is geen bier, en daarom drinken wij het bier. Ik ga vandaag geen eten kopen, zet de tapkraan maar vast open. Want in de hemel is geen bier. Ik moet even roken. Is ja? Goed. Ja. Ga ik even aan. Ja, ik hoef niet te roken, maar ik loop er gewoon achteraan. Dit jaar zijn de Mulders voor het eerst met een artiestenreis naar Turkije gegaan. Om daar een week lang op te treden. Mij is dat heel goed bevallen. Dat was super. Turkije is een en al eten en strand. En dat was hartstikke leuk. Dit hoort te lange hete nacht.
het grootste deel van de fans is wel vrouwelijk. Ja. En dat is ook leuk. Ik moet zeggen... By the way, bij mij ook al. Bij hem ook. Het grootste deel van mijn... Die krijgen de eerste grijze haar al. Dat is zo lullig dit, hè? Mag het. Maar goed, ze gaan wel nog steeds allebei met ons twee op de foto. Dus voor wie het dan helemaal gaat, dat weet ik niet. Maar het kan me ook niet redden. Maakt ook niet uit. Elke dag denk ik alleen aan jou. Ik heb voor niemand nu nog tijd. Je hebt mijn hart voorgoed op hol gebracht. Ik weet van jou krijg ik geen spijt. Ja, zing nou spijt of wat? Spijt. Spijt. Kunnen we er niet spijt van maken? Nee, dat gaat niet. Als jij liever spijt, dan zing ik straks spijt. Ik vind dat niet mooi. Nee, dan nee, bepaalde jij dat. Je moet gewoon die knop drukken. Komt die spijt, ja. Hè? Gelijk ja. Omlaag. Van jou krijg ik geen spijt. Krijg ik geen spijt. Toen we net begonnen, hadden we best nog wel een paar liedjes van de havenzangers nodig. Om te zeggen van, hé, dit is herkenbaar. Nu hebben we dat niet meer nodig. We zingen het wel nog. En we hebben de liedjes wel zo'n 's nachts de twee in ons repertoire. Maar we kunnen echt op ons eigen repertoire, kunnen we die zaal vullen en gaat het publiek uit zijn dak. En ze zingen het allemaal mee. Hoe ging dat? Mooi. Ja, lekker. Lekker warm, hè? Aardig. Ja, lekker. Ja, staat goed op. Ik ben meer hier in het optreden in Maastricht dan bij ons in Arnhem. En als je dan op een podium staat en je ziet dat mensen hier jouw liedjes meezingen, ja, dan geef je toch een kick, joh. Hey Johan. Ja, hi. Alles goed? Ja, lekker. Jou? Goed? Ja. Hi. Hi. Alles goed? Ja. Ja, lekker. Hoi. Hoi. Ah, Stef vind ik erg groot klinken. Ik geniet gewoon op het podium als je ziet dat de mensen jouw liedjes zingen. Ja, dat vind ik mooi. En als ze dan op een foto willen, ja goed, dat soort dingen, dat horen erbij. Maar dat ja, maak je wel trots, daar geniet ik van. Vind ik leuk. En hier staan we nu. Oer en Johan Anders. Hier gaan we met Maastricht. Ja, dat klinkt al beter. Ik hou je vast met wat je naast. Er zijn veel fans die hier op je afkomen. Ik vind het leuk, ik vind het fantastisch, joh. Ik geniet ervan. Hoe verklaar je het succes hier? Het is eigenlijk moeilijk te verklaren. Ik weet wel dat er de cafés, die draaien jouw liedjes heel veel hier. Ja, maar ze altijd hier bestreekt. Echt geweldig. Ja, dat geef je een kick, joh. Dat is zo mooi. Ja, vind ik echt heel leuk. Ik hoop nog een keer dat het de rest van Nederland, dat ik daar wat groter word. Bekender, beroemder. Ja, dat zou ik graag willen.